Ik ben Arthur Verbeug. Ik ben Innovation Performance Consultant bij Aiming. En ik help bedrijven bij het verkrijgen van fiscale voordelen met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling. De waterinfiltratie is mij het meest bijgebleven bij studiebureau Jonkeren. Je merkt aan alles dat ze daar zeer veel passie voor hebben en ze gaan alles doen om dat doel te bewerkstelligen. En ja, dat is echt heel mooi om te zien. Het project in Boomhard had eigenlijk over een openlegging van een beek, de Kerkenbeek. En de bedoeling daarvan is om eigenlijk terug ruimte te geven aan water, het winterbed terug te herstellen en daar ook eigenlijk een belevingswaarde aan koppelen voor de gemeenschap van Sint-Michiels. Het wordt eigenlijk een park waar je in contact kunt komen met het water, waar we ook de seizoenen zullen aanvoelen. En bij hoge waterstand zal dat ook zichtbaar worden. Dus eigenlijk meer beleving rond water. Het is eigenlijk een eenvoudige verkaveling, maar waar we eigenlijk 100% ingezet hebben op herbruik van regenwater en infiltratie. We kunnen eigenlijk zeggen dat dat een waterneutraal project is, omdat er geen druppel regenwater het terrein verlaat. Dit maakt het zeer specifiek. Dat proces verliep heel vlot. Jonkeren is ook al meerdere jaren klant bij ons, dus ze weten perfect wat ze ons moeten aanleveren. En ja, die zijn al zeer proactief eigenlijk in wat dat ze moeten bezorgen. Dus we krijgen dat altijd op tijd, dus we kunnen vlot te werk gaan.